Jansen gaat aftrappen voor PSV in de confrontatie met Ajax. En Harry Lubse doet dat dan in de richting die PSV eigenlijk niet zo welgevallig is. Wel, PSV verloor de TOS, daarom trapte de ploeg natuurlijk ook af. En Ajax koos toen de zijde die eigenlijk al door PSV was verkozen de andere kant op te spelen. Want Ajax weet natuurlijk ook dat PSV graag in het begin de andere kant op speelt. Dat is nu niet het geval, dat is dus misschien een tegenvaller voor dit PSV. Aan de andere kant er staat natuurlijk de meevaller tegenover dat Willy van der Kuilen vanavond van de partij kon zijn. En dat is erg belangrijk. René van der Kerkhof. En Lubse met zijn voorzet richting Edström. En voor de eerste keer wint hij een kopduel, al gaat de bal naast. Willy van der Kuilen. Hulshof, Steffenhagen. Hulshof. Voordeelregelgebaar de Hoppenbrouwer. Vandaar dat die overtreding van Dijkers niet werd bestraft. Dit is inmiddels Notten en hier Ruud Geels. Notten. Kopbal van Gerry Muren. Een schitterende aanval van Ajax. Met die kopbal van Gerry Muren. Die moest inhouden toen hij daarin kwam. In moest houden om te koppen naast. Krol. Komt met Poortvliet. En wint. Voorin Geels. Daarachter Steffenhagen. Bovendien Meijer. Ruud Krol in de bal. Meijer. Tegen Geels op. En dat doet Ajax kans weg zijn. Steffenhagen. Muren. Steffenhagen. Willy van der Kerkhof. René rechts van hem. Dijkers ook voorin. En nu natuurlijk ook Edström. Schrijvers uit balans gebracht omdat die bal daar aangeraakt werd. Toch tikt hij goed. Hier is Van Dort. Notten. Meijer. Geert Meijer met een knap schot. Jan van Bever verwachtte het eigenlijk ook nauwelijks. Maar reageerde net op tijd goed. Lubse. Knappe mandekking in Ajax. Kans maakt het moeilijk om die bal goed af te geven voor PSV tot dusver. Dat is dan een constatering in de 20e minuut. Hier Dijkers. En het nieuwe probleem. René van der Kerkhof. Knap meegenomen. Ruud Krol zit in de mist. René van der Kerkhof. Edström. Edström scoort met een schitterend doelpunt van Ralf Edström. René van der Kerkhof speelt Ruud Krol uit. En Ralf Edström geeft een geweldige kromme bal. En het is 1-0 voor PSV in de 21ste minuut. 1-0 door Edström. Voorbereidend werk René van der Kerkhof. Meijer. Hulshof. Weer richting Geels. Steffenhagen, hij is klein. Hij timde goed. Notte. René Notte met een knap schot. Wat is dit? Willy van der Kerkhof. En hier Willy van der Kuilen. Richting Poortvliet. Knappe bal van der Kuilen. Dus Baba. René van der Kerkhof. Hulshof waarschijnlijk. Krol. Goed weggehaald door Hulshof. Notte. Muren. Met Poortvliet. Hulshof. Trapt in de grond. En dan is daar de tegenaanval via René van der Kerkhof inmiddels. René van der Kerkhof. En wat is hij dan snel op die korte afstand? Waar blijft die bal? Die bal gaat hoekschop worden omdat Dolkewist hem er niet in kreeg. Omdat Schrijvers daar knap redden. Hoekschop, 25e minuut. Geweldige wedstrijd tot dusver PSV Ajax. Willy van der Kuilen gaat de hoekschop nemen. Zuurbier geeft hem voor alle zekerheid opnieuw. René van der Kerkhof nu. Met de hoekschop van links en zijn rechtervoet. Draaiend naar de eerste paal. Maar te hoog draaiend voor Edström. Edström wint natuurlijk. Willy van der Kuilen komt. Willy van der Kuilen, daar is Harry Lubse en het is 2-0. Edström wint. De Ajax-achterhoede is uitgespeeld. En het is 2-0 omdat Van der Kuilen ook al die bal net haalde. En toen was er ook het beslissende zetje. Het is 2-0 voor PSV, 37e minuut.
Willy van der Kerk of Van Kraai? Willy van der Kuilen. Poortvliet loopt hard. Willy van der Kuilen wilde van Dordt uitspeelde. Geels inmiddels. Geels weg. Krijgt kwijt. Paas nog voldoende. Dijkers. Van der Kuilen. Dijkers. Notten. Steffen Hagen Notten. En René van der Kerkhof. Dahlqvist op rechts. René van der Kerkhof en een avontuur waarvan niemand weet hoe het eindigt. Toch bij Dahlqvist. Goed buitenom. René van der Kerkhof mist. Het Sveum scoort. 3-0. Kapot gespeeld bij Ajax achter. Finaal kapot gespeeld. René van der Kerkhof. Dahlqvist. Bijna weer René van der Kerkhof. En toen Edström. En het is 3-0. 40ste minuut. Er worden ontstellende taferelen daar gemaakt. Waardoor er veel mensen vanaf hun plaats afkomen. En weglopen omdat ze daar niet tussenin willen zitten. Inmiddels is de bal bij Van der Kerkhof, René van der Kerkhof. Neemt het tumult op die tribune wat af. Maar vele mensen zijn daar toch weggegaan omdat ze het veiliger vonden om naar me weg te zijn. Van Kraai. Dahlqvist. Dijkers. Daar vroeg Van der Kerkhof om die bal. En daar mist hij. Willy van der Kerkhof. Hij kreeg hem daar waar hij hem wilde hebben en toen miste hij. Willy van der Kerkhof. Ondanks Notte. Dus Baba. Notte weer. René van der Kerkhof. Domweg omdat hij hard loopt. Lupsen. Buitenspelval ging open. Vandaar dat Lupsen zelf ging. Nu moest Dijkers zelf. Omdat hij buitenspelval weer open ging. Gerry Dijkers. En hij scoort. Wat een knap doelpunt. Wat een beheersing in het spel van Gerry Dijkers. Op dit moment in de 11e minuut. Gerry Dijkers brengt PSV op 4-0. Notten. Geels. Krol, niet buitenspel. Van Beveren keek verkeerd en Meijer krijgt hem er toch niet in. Van Beveren stond nu verkeerd. Die bal ging achter hem langs, voor het doel dus. Van Meijer kreeg hem er toen niet in. Hoekschop. Weggehaald door Van der Kuilen. Ontbreekt natuurlijk van alles aan het spel van Ajax op dit moment. En er zit alles in bij PSV. Van Kraai. Edström. Krol komt. Edström. Als dat ook nog lukt. Edström. Ja hoor. Nou dan is de stand compleet. 5-0. En uiteraard was het Edström in volle glorie op dit moment. Dat wilde zeggen 19e minuut. Omdat Van Kraai hem dat mogelijk maakte. Maar dan maakte die zweet er toch ook een wondermooi stuk van. Edström, Van Kraai. Dijkers. Krijg, Edström. Die onderneemt zoveel stappen naar de vrijheid in deze tweede helft. Dat is onwaarschijnlijk. Lupsen. Nee. Van de doellijn weggehaald. Helling, voor de eerste keer aan de bal nadat hij in de ploeg is gekomen bij Ajax voor Pim van Dordt. Kwartier van tijd was dat. Zuurbier. Helling. Notten. Notten. Zuurbier dan. Doelpunt van Ajax.
Mottens doorzetten. Zuurbiers goal, 5-1. Nog 13 minuten te spelen. Van Kraai. Edström. Een helling die erachter zat. Van Kraai. Dijkers. Edström. Tussen de benen door en dan Dijkers hier. Hulshoff. René van der Kerkhof. Edström. Ja hoor. Kom. Wat is hij dan lang en wat is de Baba dan klein? Wat kan hij er dan weinig aan doen? En dan is het 6-1 in de 36e minuut. Van de Kerkhof. Willy en Dahlqvist. Dahlqvist kan nog een keer. Wat is hij snel ter been trouwens? Willy van de Kerkhof. Nee, van de lijn gehaald. Weer van de lijn gehaald. Voor de tweede keer in deze wedstrijd door Johnny Desbaba. Lupsen. Dahlqvist. Loopt de een weg, dan verschijnt de ander wel weer. Helling. Meijer. Helling. Geels. Goed meegegeven door Helling. Geels heeft een kans. En de bal rolt er nu in. Geels. 6-2. 41e minuut. Paasje was van Helling. Een doelpunt van Geels.